Ik laat jullie vandaag zien hoe je een vegan broodje shawarma maakt. En in plaats van vlees gaan we tempeh gebruiken. Eerst snij ik de tempeh in plakjes. En daarna snij ik die plakken weer door de helft. En vervolgens in kleine reepjes alsof je kleine stukjes shawarma hebt. Dan neem ik wat kokend water om hier in de tempeh te weken. Ik week het ongeveer 10 tot 20 minuten. Door de tempeh te weken wordt het wat zachter en verwijderen ook de lichtbittere smaak uit de tempeh. Terwijl de tempeh aan het weken is, kun je de groenten voorbereiden die je op het broodje wil doen. Ik heb hier plakjes komkommer. En een tomaat die ik in plakjes snij. Als de tempeh dan lang genoeg geweekt heeft, kun je het afgieten en goed uit laten lekken. Dan bak je het in een pan met wat olie. En voeg hier wat sojasaus aan toe. Ik gebruik sojasaus met minder zout, maar je kunt ook gewone sojasaus gebruiken als je dat lekkerder vindt. Dan hebben we nog wat knoflookpoeder, komijnpoeder, paprikapoeder en uienpoeder nodig. Pak de tempeh tot alle kruiden goed gemengd zijn en de tempeh een lichtbruine kleur heeft. Haal het dan van het vuur af en begin met het samenstellen van de broodjes. Hiervoor neem ik grote pita broodjes, maar je kunt natuurlijk ook de gewone grote gebruiken. En hier doe ik dan wat tempeh in, komkommer, tomaat, als je wil kun je er nog wat sla aan toevoegen en flink wat vegan tzatziki. Het recept voor de vegan tzatziki heb ik vorige week al met jullie gedeeld. En zo maak je heel makkelijk en eigenlijk super snel dit vegan broodje shawarma. Tempeh heeft uiteraard niet helemaal dezelfde smaak en structuur van vlees, maar ik beloof je dat dit broodje hartstikke lekker is en je zult er geen spijt van krijgen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog als je ook tempeh gaat proberen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.